Ik vind eigenlijk dat ik een landschapstuin heb. Ik heb geprobeerd de tuin zo te bouwen dat die in het landschap zoals hier in Ariën een beetje past. En ook de boerderij heeft natuurlijk ook een functie. Die past ook binnen de tuin. En ja, zo is het eigenlijk één groot geheel. Het is een prachtige tuin, die is niet van de een op de andere dag aangelegd. Nee, waar we nu staan, naar de weg toe, was het helemaal weiland. En toen ik hier in 2000 kwam wonen, toen heb ik het helemaal moeten omvormen. We hebben de vijvers gegraven en een paar bomen geplant. En het is nu 20 jaar geleden en dan ziet de tuin er zo uit. Ja, wanneer begon u te denken van nou, ik ga mijn tuin openstellen voor het publiek? Nou, dat is eigenlijk een beetje gekomen vanwege Groei en Bloei. Dat is een vereniging die zich met tuinen bezighoudt, die stimuleert dat mensen ook met hun tuin omgaan en ook bezoekers toelaten. En mijn echtgenoot Mimi die is, heeft dat georganiseerd vaak met Groei en Bloei. En zo is het eigenlijk gekomen en de Vegdaltuinen die hebben het nu op dezelfde manier gedaan. Ja, dit vergt wel enorm veel onderhoud. Ja, dus, dat wordt er ook vaak gezegd. De Ariënvlierweg die loopt hier langs en daar komen vaak fietsers langs en dan zie je een man en een vrouw. De vrouw voorop en de man achteraan en dan zegt de vrouw, kijk eens wat een mooie tuin. En dan zegt die man die erachter rijdt van ja, maar het is wel heel veel werk. Dat is vaak wel de indruk, maar ja, als je het elke dag een beetje doet, dan valt het best mee. Ja, dus u bent hier elke dag in deze tuin aan het werk met z'n beiden? Nou, aan het werk. We zitten op een bankje, we drinken een kopje koffie, we lopen een beetje rond, we halen hier daar wat onkruid weg. We bespreken wat we willen veranderen volgend jaar en dat soort dingen. Ja, het is wel een onderdeel van je dag. Elk jaar doen we weer iets nieuws en vaak zie je ook dat planten die te lang op dezelfde plek staan, die moeten dus een keer weg en dan moeten ze een keer bemest worden. Dus ja, er is altijd wel iets te doen. Een mooie vijver erin, van waar? Ja, kijk, ik ben zelf geboren in Dedersvaart en dat is een veenkolonie met heel veel wijken. En in mijn jeugd heb ik veel daar rondgelopen en de natuur heeft me daar erg aangetrokken. En wat ik zelf heb is eigenlijk een boerensloot zoals ik die in mijn jeugd herinner. Wat is nu het pronkstukje van deze tuin? Zeg maar nou, dat maakt mij blij. Ja, er zijn een aantal dingen, maar wat eigenlijk het mooiste is, dat je vanaf de weg waar ik een bankje heb staan, hier naar binnen kunt kijken. En dan het hele plaatje zien. De bomen zijn een beetje opgesnoeid en je kunt het huis dan mooi zien. En dat is eigenlijk het plaatje. Het is eigenlijk een soort, ik noem het een soort schilderij. Je vult het in met bomen en planten en dan krijg je dat mooie beeld. Op welke plant of bloem of boom bent u nu het meest trots van dat hij hier gedijt? Er zijn bomen die heel hard groeien, zoals de treurwillig. En daar ben ik wel blij mee dat hij hard groeit, maar het geeft heel veel bladeren. En er zijn bomen die niet zo hard groeien en die eigenlijk ook niet uit Nederland komen. Zoals achter u de tulpenboom die van het jaar voor het eerst gebloeid heeft. Dat zijn toch wel mooie dingen als je ziet dat je na jaren ook bloei in een boom krijgt. Ik hoorde u net al praten met mensen, dan geeft u tips. Mensen die willen een tuin beginnen. Wat zou u mensen dan willen aanraden? Nou, als je een tuin begint, is het volgens mij het belangrijkste dat je ergens gaat staan in je tuin, of het nou in je boomkamer is of op de weg, dat je een richting kiest. Wat wil ik zien? Waar kijk ik naar? Want als ik nu naar achteren zou kijken en ik zou bijvoorbeeld mijn eiken weghalen, dan heb ik geen diepte. Dus je moet de tuin eigenlijk opbouwen vanuit een gezichtspunt. En als ik daar op de weg ga staan, dan heb ik de bomen ook zo geplant dat je er doorheen kunt kijken en er langs kunt kijken. Want als je er een boom voor zet, dan zie je door de bomen het bos niet meer. En zo moet eigenlijk iedereen zijn tuin maken, dat hij een zichtlijn heeft. Moet deze tuin in de komende jaren nog veranderen? Ik word natuurlijk zelf ook ouder. Ik hoop dat het onderhoud wat minder wordt. En ja, dat kun je eigenlijk alleen maar creëren door iets weg te halen. En helaas is het ook zo, in een tuin die 20 jaar oud is, moet je ook wel eens iets weghalen. En zeggen van ja, nu is het wel genoeg. Die grote boom moet weg, want anders dan staat het te vol.